Ik ben echt heel benieuwd wat anderen hebben gemaakt, want een tornado, iets maken wat je eigenlijk niet kan zien. Ja, precies. Zij zijn ook voor een soort van zelfde idee gegaan. Yo, what up mensen? Welkom bij een nieuwe video. Vandaag gaan wij Build Battle doen. Oh wacht, het is een Nederlands kanaal. Vandaag gaan wij bouwgevecht doen. Wauw. Nederlands is zo'n coole taal, hè? Vind je ook niet? Juist. Nou, ik ga dus gewoon Build Battle doen, omdat jullie gevraagd hebben of ik het wilde spelen. En ik kan niet praten, maar dat maakt niet uit, want ik hoef alleen maar te bouwen. Dus dan ga ik een tandenborstel doen. Een tornado. Wow, een tornado. Hoe maak je een tornado? Yo, laten wij die tornado gaan doen. Ik ben benieuwd wat mensen maken. Damn. Tornado. Oké, tornado. Waar denken we dan aan? Dan denken we aan dirt. Alles is kapot. De wereld is kapot. Er staan hier nog wel een beetje boompjes. Je hebt vast een birch tree staan. Jungle, heb je wat leaves en zo. We gaan eerst even een omgeving maken, oké? Oké, duidelijk. Goed zo, Wouter. Dit wordt jouw dag, jongen. Ik voel het. Oh, kijk nou. Het is helemaal kapot. En hier staat een beetje een halve boom. Ja, het is erg treurig. Kijk maar, er liggen gewoon dingen naast. Oh, jeetje. Wat is hier toch gebeurd? Jongens, dames en heren. Jongens en meisjes. Het is echt heel erg sneu dat die tornado hier zo heeft gewoed. Of gewakkerd. Of gewoedwakkerd. Weet ik veel. Maakt niet uit. Oké, zo. Dit zijn een beetje de restantjes. Doe nog een beetje ook leaves erbij, zo, hupsakee. Ja, het is erg sneu. Toppie, doe nog een jungle erbij, hupsa. En hier ook nog, chakalaka, bam, oké, cool. Kunnen we ook nog bones of zo neerleggen? Hoe kunnen we dit nog iets cooler maken? Grass, dat kunnen we niet hierop doen, hè? Dat kan alleen op dirt. Oh nee, dat is niet waar. Oké, cool. Maken we het nog even snel zo. Ik weet niet hoe ik de tornado ga doen. Waarschijnlijk hebben we particles of zo nodig. Particles. Ja, particles. We gaan proberen met particles iets te maken. Waar zijn de particles? Hier zijn de particles. We hebben slime, drip lava, drip water, note, heart, happy villager. Ik wil iets van wind. Iets van kracht. Iets van power. Snowball? Nee. Redstone? Nee. Firework ook niet. Cloud? Ik denk cloud. Ik weet het niet. Angry villager? Shit, oké. Ik had gedacht dat ik dit wat makkelijker kon doen. Snowballpoof, hoe ziet die eruit? Oh ja, nou, dit op zich kan dit. Ik ga gewoon heel veel particles in het midden doen die een beetje omhoog gaan. Zo, oké. En dan doen we nog... Ik hoop echt dat dit een beetje uit gaat zien. Ik ben zo bang van niet. Zo, oké, cool. Cool hoor. Ja, dit is wel cool hoor. Ik weet niet hoeveel particles je kan doen op zo'n ding. Maar dat maakt niet uit. We kunnen nog extra particles. Mob spawner, flames, bubbles, glyphs, portal particle effect. Ik weet het niet. Magic crit? Wat doet dat? Oké, op zich. We moeten gewoon zoveel mogelijk particles. Oh nee, je kan er maar 20. Ah, dit ziet er niet uit als een tornado. Kunnen we misschien met glas? We gaan kijken of we met glas dit kunnen fixen. Want je kan bijna altijd alles fixen met glas. Dus laten we hier ook gewoon kijken. Lichtgrijs glas. Dat we het zo een beetje omhoog doen of zoiets. Ik weet het niet. Ik heb er niet heel erg over nagedacht. Maar dat hadden jullie waarschijnlijk ook al gezien. Nee, dit wordt helemaal niets. Dit wordt helemaal niets. Hoe gaan we in... Gaan we een tornado hier maken? Hoe maak je een tornado? Ik denk toch dat ik iets van glas moet doen. Ik heb toch het gevoel dat we voor die glas moeten gaan. Misschien voor de black of voor deze. Zo. Want dan kan je in ieder geval een beetje uitbeelden dat er iets hier gebeurt, zeg maar. Snap je wat ik bedoel? Ik ga het eerst gewoon een beetje omhoog bouwen. Zo. Hupsakee, dan gaan we hier omhoog. Juist. Kijk. Dan gaan we in ieder geval een beetje vorm geven aan die tornado. Dat het lijkt alsof die echt bestaat, zeg maar. Snap je wat ik bedoel? Dan gaan we gewoon hier zo een beetje omhoog. Ik hoop dat dit iets wordt, jongens. Zo. Nog verder omhoog. Juist. Nog verder omhoog. Juist. Oké, en dan ga ik het denk ik een beetje weghalen. Want anders zie je dat het gewoon glas is natuurlijk. Zo. Oké, cool. Cool. Dan gaan we nu een beetje dingen weghalen. Zo, tjak. Gewoon een beetje tjak. Die middenstukjes een beetje ertussenuit halen. Dan lijkt het net, denk ik, alsof het wat meer echt omhoog gaat. Kijk, dit lijkt er nog meer op. Nice. Oké, snel nog even naar de andere kant. Tjuk. Want ik weet niet wat ik voor de rest hier nog beter aan zou kunnen doen dan dat ik nu doe. Niet dat dit nou heel goed is, maar je snapt wat ik bedoel. Zo, kijk. Oh, yes. Nou, ik vind het nog redelijk. Ik ben echt heel benieuwd wat anderen hebben gemaakt. Want een tornado, iets maken wat je eigenlijk niet kan zien. Ja, precies. Zij zijn ook voor een soort van zelfde idee gegaan. Ik snap het idee. Ik waardeer het idee.
Maar ik geef je toch een slecht. Nee, oké, okay, recht wel. Oké, okay, recht wel. Oké. Okay. Oeh. Oh, ja. Ik had natuurlijk vliegende blokken moeten doen. Al vind ik dit echt totaal niet mooi. I'm angry. Vote. Oké, okay, sorry. Dat is gewoon niet zo goed. Oh, shit. Die particle was nice. Dat, ah, explosion is dat. Voor de rest ziet het echt super slecht uit. Maar ik moet zeggen, die explosion is wel slim. Ja, hij is ook een beetje voor hetzelfde gegaan. Ja, iedereen doet het gewoon slecht. Ik bedoel... Ik geef een slecht, omdat het slecht is. Ik ben nog niet onder de indruk geweest. Dit ook, weet je wel. Het is het niet. Het is gewoon niet zo goed. Dat maakt niet uit. Maar ja, het is gewoon niet zo goed. Dit ook niet. Iedereen geeft ook slecht, hè. Alhoewel zij... Oh, geeft ook slecht. Ik dacht dat ze een good ging geven. Maar blijkbaar niet. Dit ook, ja. Een dirt. What the freak. Een dirt tornado. Alsof er allemaal aarde zo omhoog gaat. Like... Kom op, wat is dit? Is dit een tornado? Dit lijkt eerder een soort van hippe disco of zoiets. Kijk, dit is goed. Dit is epic. Dit is echt goed gedaan. Hij snapt het. Why is there a pig? Ja, dat vraag ik me ook af. Die vliegt waarschijnlijk omhoog. Maar het was wel goed. Oh, hier ook. Hier zitten ook pigs in de tornado. Ja, dit is een oké. Maar die ander, die was echt nice. Die was echt nice. Oh, kijk nou. Kijk, jongens. Het is beter dan die andere, toch? Oké, ze hebben rood. Misschien ook niet. Ah, deze is ook nice. Ja, ik geef deze een goed. Ik denk dat ik hoop dat ik vierde word of zo. Want er zitten wel echt een paar goede tussen. Dit is dan... weet ik niet. Ik weet niet wat dit is. Oh! Ik ben tiende! Oh, man. Oké. Misschien had ik mezelf iets te hoog ingeschat. Want blijkbaar ben ik niet zo goed. Tweede ronde, tweede kansen. We moeten een kaars maken vandaag. Oké. Dat moet ik kunnen. Ik heb nog nooit een kaars gemaakt, maar ik denk dat ik het zou kunnen. Eventueel. Zo, we gaan eerst een soort van schaaltje maken waar het op gaat staan, denk ik. Zoiets. Is dit een mooi schaaltje waar een kaars op kan staan? Ja, het is een beetje jammer dat de kaars wordt waarschijnlijk wit en het schaaltje ook. Maar ja, weet je, we zullen het er maar mee moeten doen. Misschien kan ik het ook nog een beetje omhoog halen of zoiets. Is dat mooi? Nee, dat is niet mooi. Oké, whatever. Whatever, we maken gewoon een schaaltje ervan. Laten we het niet moeilijker maken dan dat het al is. Dan hebben we 9 blokken in het midden. Wat wordt de kaars? White. White wat? Wool? White wool. Is de kaars van wool? Het zou kunnen. Quartz, ja, die heb ik al. Op zich is dit wel een mooi kaarsding. Toch? Op zich wel. Ik denk dat het wel een van de betere kaarsdingen is, omdat die ook zo omhoog gaat. Alhoewel, hoort dat... Of is dit meer een kaars? Nee, dit is meer een kaars. Fuck it, we gaan gewoon voor wol. Wol is veel makkelijker. Kunnen we het ook niet fout doen met het relief? Wij gaan gewoon wol. Wol, 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 wol. Klinkt net als een dubstep nummer. Wol, 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 wol. Rare vent ben je ook, zeg. Wat ben je toch een rare vent? Oké, we zijn klaar met de candle. Dan doen we nog even... Ja, wat doen we erboven? Black wool of misschien coal? Coal of wol? Coal of wol? Zo, tjak, tjak. Hey, mooi hoor. Nou ja, eigenlijk niet, maar oké. Het gaat om het idee. Kunnen we iets meer eraf halen? Maakt dit het iets meer een kaars? Nee. Nee, eigenlijk niet. Nog steeds lijkt het gewoon niet op een kaars, maar al fijn, weet je. We moeten het ermee doen. Misschien als ik hem iets schuin doe. Ik denk het. Ik heb geen idee. Ik heb geen idee. We gaan gewoon particles toevoegen, jongens. We zien het allemaal wel. We zijn gewoon geen held, oké? We kunnen voor drip lava gaan. Oh, what? Oké, dit is niet drip lava. Dit is gewoon gooi lava midden op dat ding. Ook al ziet het er best nice uit. Het ziet er best prima uit, eigenlijk. Tenminste, ziet het er prima uit. Lava op een kaars? Ik weet niet. Het zou kunnen, denk ik. Denk ik. Nou ja, we doen het maar gewoon. Weet je, we moeten toch ons best gaan doen om nu iets meer jeu erin te brengen. Kijk zo, een beetje rook erboven. Aight. Ja, het is wel raar, hè? Want het hoort natuurlijk gewoon vuur te zijn. Oh, crap. Oh, nee. We zijn het aan het weghalen. Uh-oh. Hoe haal ik dit nou weer weg dan? Hoe haal ik dit weg? Oeh, ik heb het weggehaald. Oké, nice. Oké, vuur. Fire. 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 Oké, fire. Fire. Waarom werk jij niet? Flint en steel dan. Flint en steel, geef mij fire. Oh, yes. Oh, yes. Dit is beter. Dit is beter. Ja, ik zat te denken dus aan een soort van... hendeltje zo aan de zijkant, weet je wel? Dus je hebt dan altijd dat er dan zo'n soort van... hoe zeg je dat? Zo'n rondje aan de zijkant zit. Een beetje zoals dit. Ik hoop dat dit goed genoeg is. Ja, kijk. Oké, kijk. Nu lijkt het iets meer een schaaltje. Dat is wel iets beter dan die ander.
Zo. Oké, cool, cool, cool. Nee, de zijkant is echt niet cool. Maakt niet uit. Maken we het avond? We maken het avond. Dan kunnen ze minder goed onze beeld zien. En dan hebben ze geen idee dat het eigenlijk best wel lelijk is. Tactieken, jongens. De tactieken. Hoe minder ze kunnen zien, hoe beter. Want deze kaars, die is niet veel soeps. Hoe kan ik dit nog vetter maken? Ik denk niet dat ik dit nog vetter kan maken. Het is gewoon al een beetje vernacheld zoals het is. Maar hey, ik ben ook maar een simpele dodo. We hebben nog 15 seconden. Dan kunnen we zien wat de anderen van maken. Wie weet komen we wel in de top 5. Hashtag goals. We gaan ermee maken, dames en heren. 5 seconden, 4 seconden, 3 seconden, 2 seconden, 1 seconde. Voting. Oeh. Oh, een gouden kandel. Of een gouden kaars. Dat is wel heel fancy. Maar het heeft geen bovenkant. Het mist de essentie van een kaars, namelijk het vuurtje. Wat de heck? Dit is net een sigaret. Oh jeetje, ik dacht dat mijn kaars slecht was, maar deze kaarsen zijn nog veel slechter. Huh? Kaars met cake. Huh? Oké. Ik denk dat het een soort van verjaardagskaars is. Oh, deze is wel nice. Ja, deze is wel goed. Hij is wel goed. Hij is niet heel mooi, maar hij is wel goed. Ze hebben in ieder geval een goede... iets meer gedaan dan alleen een kandelaar. Dit is ook... Nee, ik vind het geen... Geen kaars, het spijt me. Oeh, hij heeft wel een goede particle gebruikt. What the heck is dit? Hoe rijk is deze vent dat hij diamanten kaarsen heeft? Ik snap het niet eens. Oeh, een kaars in een bakje. Dat is leuk bedacht. Het krijgt een oké voor het idee. Voor de rest, what the fuck is dit? Oh, het is spaghetti. Oh, deze is wel cool. Ja, hij heeft een goed bakje gemaakt. Het bakje dat ik wil, daar verdomme! Hij heeft mijn bakkie nagemaakt. En hier, 10 uit de 10 kaars. Check deze kaars. Dit is toch kunst. Ik geef hem een legendary. Oh, dit is een hele nice kaars. Deze is heel mooi. Deze is mooy. Shit, man. Ik wilde winnen, oké. Maar ze worden steeds beter. Hey, dit is in ieder geval... Het is een betere kaars dan die andere kaars, denk ik. Maar waarschijnlijk, deze spelers kennende, krijg ik alsnog gewoon een laag cijfer. Want ja... Ik weet eigenlijk niet waarom. Ik weet niet waarom ik zulke lage cijfers krijg. This is the last one. Ik denk het. Het is wel een oké kaarsje. Het is in ieder geval lekker warm. Wow, wat is dit voor kaars? Het is wel exotisch, maar het is het niet. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik denk het. What the? Is die aan het golfen of zo? Waarom staat een random man hier te golfen? Mensen zijn zo raar. Waarom zijn mensen zo raar? Ik snap het niet. Ik snap het echt niet. Oh, ja, hij heeft terecht gewonnen. Terecht. Al vond ik die andere nog wel mooier. Maar oké, ik ben 60 geworden. Het is niet heel slecht. 60 van de 16 of zo. Ik weet niet of van 12, whatever. Ik vind dat ik het best goed gedaan heb. En het was in ieder geval wel grappig. Want wie verwachtte nou een man die aan het golven was bij de laatste kaars? Ik weet het niet. Ik in ieder geval niet. Ik hoop desondanks dat jullie het leuk vonden. Ook al waren dit niet mijn beste creaties. Maar wie weet in de toekomst wel. Ik wil jou bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je het leuk? Smash de duimpje omhoog. Vergeet ook niet om te abonneren. Elke dag om 5 uur komt een nieuwe video. En dan zie ik jou morgen weer bij een nieuwe video. Tot morgen, mensen. Ciao.